Een goedemorgen allemaal. We mogen beginnen met de voorzang. En we beginnen met lied 280. Zing van Jezus' wondere liefde. Zing van zijn barmhartigheid. In het Vaderhuis zo heerlijk heeft hij woning ons bereid. Want als wij samen daar vergaderen, welk een dag vol jubel zal dat zijn. Waar we hem aanschouwen in des hemels zonneschijn. Vaak op de aardse pelgrimse reizen schijnt de hemel droef en zwart. Maar hier is de strijd volleindigd, dan vliegt duisternis en smart. Laat ons daarom trouw hier strijden en hem dienen dag aan dag. Heerlijk kloon, eens daarboven, elk die hem aanschouwen mag. Want als we samen daar vergaderen, welk een dag vol jubel zal dat zijn. Waar we hem aanschouwen, des hemels zonneschijn. Jubel zal dat zijn. Het volgende lied is lied 45. Ja, zing tot de eer van God. U die zijn naam belijdt. Bezing zijn liefde zonder grens, zijn trouw en majesteit. Hij, de verheven God, de God van heiligheid, bewijst zijn goedheid aan de mens die hem zijn leven wijdt. Loof! Loof de Heer uw God, die onze schuld vergeeft en die de ziel bewaren zal, zodat zij eeuwig leeft. Want als bergen vast en sterk rondom Jezus of Jeruzalem, zo is de Heer rondom zijn volk. Als trouw blijft steeds aan hem, want we prijzen de Heer. Halleluja. Thank you.
Eduard binnen te komen. Goedemorgen allemaal. Eduard geniet nog steeds van zijn vakantie, maar we zijn blij dat Jan Kooi deze samenkomst zal leiden. Greg Groeneveld is nog steeds aan het revalideren na de val dat ze de heup heeft gebroken in de Sterrenlanden. En de bloemen gaan vandaag naar zussen Slachter, want enkele mensen zullen daar vanmiddag gaan zingen en nemen ze gelijk de bloemen mee. Verder zijn er geen aankondigingen, want alles gaat... Ja, tenminste, alles ligt stil, mag ik het zo zeggen. En volgende week staat de dienst onder leiding van Joop van Dijk. En ik wens u een gezegende dienst. En dan geef ik het woord aan Joop. Dankjewel, Veerle. Ja, u ziet me mijn jasje uittrekken. Ik heb altijd zoiets van, als je voorgaat, dan moet je je uniform jasje aanhouden. Maar ik vind de temperatuur toch behoorlijk... dat ik het zelfs al heel benauwd kreeg. Welkom allemaal in het huis van de Heer. Ja, daar sta ik dan weer op een plek waar ik tot 25 jaar geleden heel veel heb gestaan. Samenkomsten leiden, aankondigingen doen, muziekstukken aankondigen. Vreemd, maar toch ook weer heel vertrouwd. Ik zie ook oude bekenden. En voor degenen die mij niet kennen, ik ben Jan Kooi, heilsoldaat in Korps Vlaardingen. Ik ben gastspreker, wat betekent dat ik op uitnodiging van korpsen daar naartoe ga om de samenkomst te leiden, zeker in de vakantieperiode. En vandaag dus hier in Dordrecht. Ik begin mijn samenkomsten altijd met enkele liederen van lofprijzing. We komen tenslotte samen om God te loven en te prijzen, om zijn naam groot te maken. En we zingen eerst lied nummer 17 en daarna lied 432 aan de muzikanten. Die begeleiden ons. Thank you.
van wennen dat ik iedere keer een stapje opzij moet doen. Want anders klinkt dat door in de opnames. We gaan lied 432 met elkaar zingen. O blijde dag toen ik de Heer verkoos tot koning van mijn hart. Om hem te dienen alle tijd meer die mij bevrijdt van zonde en smart. En dan iedere keer dat refrein, wat een vreugd die hij gaf. Hij nam de zondelast mij af. We zingen het met elkaar. Plaatsen. Ja, muzikanten, dat was even hè, spelen. Ja. We gaan nu een moment van gebed hebben. Ons afsluiten voor wat er allemaal om ons heen gebeurt. En ons richten op God en met hem in gesprek. En ik heb lied 3 uitgekozen om onze gedachten tijdens dit moment te bepalen waarom we vanmorgen juist hier zijn samengekomen. We zingen het eerste couplet en het refrein en laten daarna vrijheid zijn van gebed. Als een het naar waterbronnen, zo verlang ik Heer naar u. Thank you.
U bent meer dan goud of zilver. U, de bron van mijn bestaan. Slechts van u komt echte blijdschap. Slechts met u wil ik verder gaan. We zingen ook het tweede en het derde couplet met elkaar. Dat is waarom we vanmorgen zijn bijeengekomen hier in dit gebouw. Heel mijn hart, heel ons hart staat voor u open. En daarom brengen wij u alle lof en eer. Daarom hebben we lofliederen gezongen. En daarom zijn we hier vanmorgen bij elkaar gekomen om uw naam groot te maken. We willen u vragen of u ons een goed moment wil geven. Dat we mogen luisteren naar de lezingen uit uw woord. Dat we mogen luisteren naar de overdenking. Dat we mogen luisteren, ja, naar elkaar. Heer, geef ons zo vanmorgen een fijne samenkomst. En wilt u ons uw zegen geven. Amen. Veerle, die gaat voor ons de eerste Bijbellezing van deze morgen verzorgen. Ik wil voor u lezen Psalm 23. Voor iedereen wel een bekende psalm. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Tot zover. Dankjewel. Vaak is het goed om, als je geluisterd hebt naar een Bijbelgedeelte, ook al is het een heel bekende, om dat toch nog een keer op een andere manier ook tot je te laten komen. En we hebben in onze liederenbundel een paar liederen staan die helemaal aansluiten bij Psalm 23. Ik heb gekozen vanmorgen voor lied 238. Ja, de Heer is mijn herder, ik vertrouw op zijn zorg. Zijn goedheid en leiding zijn in het leven mijn borg. Hij bewaart en bewaakt mij, maakt mij rustig en stil. Zijn kracht mag ik ervaren als ik leef naar zijn wil. Ik heb altijd de gewoonte om liederen te zoeken die passen bij het thema van de samenkomst. En u zult het misschien al ontdekt hebben, er zijn een paar woorden die teruggekomen zijn in wat we gezongen hebben en zeker in wat we nog gaan zingen. En dat is herder en dat is schaap. Nou, Roelie, hè? Ook hier gaat het om, hè? Dat we op God mogen vertrouwen en dat hij ons bewaakt en bewaart. Rustig en stil, ook twee woorden waar ik vanmorgen bij wil stilstaan. We gaan lied 238 met elkaar zingen. Het zijn drie coupletten en we zingen ze achter elkaar.
Drie bijbellezingen en de tweede bijbellezing die wordt vanmorgen verzorgd door Laura. En die bijbellezing gaat uit Jeremia 23, 1 tot 6 uit de NBG-vertaling. Wee de herders die de schapen welke ik wijd verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die mijn volk wijden. Gij verstrooit en verstoot mijn schapen en zoek ze niet op. Zie, ik bezoek aan u de boosheid uw handelingen, luidt het woord des Heren. En ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit alle landen waarin ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weide. En zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal ik hun over hun herders verwekken om hen te weiden, en zij zullen vrees nog schrik meer hebben, en zij zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heren. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. En in zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen, de Heere, onze gerechtigheid. Tot zover Gods woord. Nou, diegenen die mij kennen, die weten dat ik van zingen houd. Dus ook vanmorgen zullen we veel zingen. In het gedeelte wat Laura gelezen heeft, daar komt zo duidelijk naar voren dat het volk in die tijd leiding mist. Een herder mist. O, wat een troost en zekerheid te weten dat de Heer mij, u, leidt. Het zijn de woorden van lied 194 en we gaan dat met elkaar zingen. Want Hij is het die mij altijd leidt, met vaste hand mijn leven leidt. Ik wil zijn trouwe volgeling zijn, want door zijn hand word ik geleid. We zingen deze drie coupletten achter elkaar weer. Thank you.
Ja, prachtige woorden om op te zingen met elkaar. Hij is het die mij altijd leidt. Ik wil zijn trouwe volgeling zijn. In de samenkomsten van het Leger des Heils. En ik heb het in het begin al gezegd. Ik heb hier in het verleden vaak gestaan om een getuigenis te geven. Dat is het mooie, vind ik altijd, van het Leger des Heils. Dat er in de samenkomst zo'n moment is dat we gelegenheid geven om iets te delen. Om een ervaring te delen. Of om ja, iets te vertellen over wat je beleefd hebt of wat je bezighoudt. Nou, ook vanmorgen wil ik zo'n moment in deze samenkomst daarvoor vrijmaken. We gaan het eerste couplet zingen van lied 429 en daarna is er dus gelegenheid om ja, iets te vertellen, iets door te geven. Juich, aard en hemel, zing de lof van 's Heere majesteit. Juich, u hebt ruime dankenstof. Misschien is dat iets waarover u kunt en wilt getuigen, dat u dankbaar bent. Kom, roem Gods heerlijkheid. We zingen het eerste couplet. Naam wel eer aan doen, denk ik. Dat voel ik tenminste zo. En, maar ik ben blij dat ik het schaap mag zijn. En dat ik ook het verloren schaap geweest ben en dat de Heer mij gevonden heeft. En ik mag ervaren dat Hij mijn herder is door alles heen. En natuurlijk zie je dat niet altijd. Je gaat gewoon je gangetje en dan denk je, nou, het is allemaal wel goed. Maar toch telkens weer krijg je de kracht om, ja, om dingen te doen, omdat je weet dat de Heer bij je is. En ik vertrouw op mijn hemelse Vader, ondanks dat ik daar niet altijd mee bezig ben, maar gewoon van, ik weet dat Hij er is en Hij doet wat nodig is en ik probeer te doen wat Hij vindt dat nodig is. Ja. Ik vond het net mooi dat er nog twee mensen de zaal binnenkwamen. Dat laat zien dat het een open huis is, het huis van de Heer. Dat hebben we ook meegemaakt, Tali en ik, dat we in Sint-Jans waren, in Den Bosch. Daar was een mis en iedereen kon gewoon binnenkomen, ook al was de mis gaande. Dat is mooi. En Tali en ik gaan graag kerken bezoeken. We zijn ook in Brussel geweest. En daar schrok ik eigenlijk van hoe kerken soms vroeger waren. Want daar kwam ik weer in een kerk van barmhartigheid. Er zijn, ik weet er één, in Maastricht. En barmhartigheid, er zijn kerken voor, maar eigenlijk voor mensen die aan de onderkant, net zoals hierbij, mensen ook van de onderkant helpen. Maar dat was zelfs zo, er waren kerken voor die mensen. Die mochten niet in andere kerken komen in die plaats, alleen in die kerk. In Maastricht staat er één en ik ben in Brussel geweest en er staat er ook één. En dat vind ik toch eigenlijk apart. Want de kerk, zo ga ik vanuit, is voor iedereen. Want het is het huis van God. Kijk nog even rond, misschien was er nog iemand. Ja, kijk eens aan. Ja, ik zag Dickie Kooi. Ik denk, ja, ik moet toch even naar voren. Maar het is alweer heel wat jaartjes geleden dat ik nog in dat grijzige, het grazige weide was. En Dickie Kooi thuis kwam toen Tony geboren was. Toen het Leger des Heils bij mij thuis kwam. Om te kijken hoe het ging en of ze wat konden betekenen. En nu zoveel jaar later kom ik ook Jan Kooi tegen. Want we sturen nog altijd een kerstkaartje. Als ik niet ziek ben of vergeet. Maar op allerlei wijze heeft de Heer
deurtjes opengezet. Maakt niet uit hoe lang het duurt. Maar door ja, zijn geloof in ons, en mijn geloof zat er ook altijd, soms heel klein, soms wat groter. Maar ik sta hier. God houdt mij vast, heeft mij vastgehouden. En hij houdt mij hier vast op de een of andere manier, ik weet het niet, maar ik ben hier op mijn plaats, mijn thuis. En ik krijg kippengeld. Kippengeld. Gods liefde is zo groot voor ons, zo wonderbaar. Hij overspoelt ons met zijn genade. Amen. Dank u wel allemaal voor het delen van ja, wat u bezighoudt en uw getuigenis. We hebben het eerste couplet van lied 429 gezongen, maar er zijn er nog een paar. Die gaan we nu met elkaar zingen en tijdens het zingen van die coupletten komen we bij u voor de collecte. We zingen het tweede, het derde en het vierde couplet. Markus-evangelie lezen. Markus 6, vers 30 tot 44. De apostelen kwamen terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend gaan en komen van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen zich over land naar de plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij onderwees hen, langdurig. Toen er al veel tijd verstreken was, kwamen zijn leerlingen naar hem en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hem weg, dan kunnen ze naar dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei: geven jullie hem te eten? Ze vroegen hem: moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun eten te geven? Toen zei hij: hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden: 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat de mensen opdracht moest geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100
en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak een zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee kon worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Tot zover deze lezing uit het Markus-evangelie. Een lied wat hierbij aansluit is lied 192. O Heer, die onze Vader zei, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart door u geleid met liefde zijn vervuld. En dan dat tweede couplet, dat sluit helemaal aan bij dat Bijbelgedeelte. Geef dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal bij de zee. Geef dat wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord. O vrede van Tiberias, waar Jezus in het zachte gras mensen lief had en genas. We gaan de coupletten van dit lied met elkaar zingen. Lied 192. Ik ben een geboren Dordtenaar en daardoor een echte schapenkop. En als het goed is en u bent een geboren Dordtenaar, dan weet u dat ook. Hier in Dordrecht en omgeving zie je langs dijken
en wij ook nog wel schapen grazen. Ze vormen nog steeds een belangrijke bron van inkomen voor de boeren. Maar weet u waarom wij door Tenaren schapenkoppen genoemd worden? En dat is niet vanwege het carnaval, als de naam van Dordrecht verandert in Ooi en Ramschap. Nee, vroeger had Dordrecht een zwaar belastingstelsel. De accijns stegen de pan uit en mensen bedachten de gekste dingen om belasting te ontduiken. En wat dat betreft is er denk ik niet veel veranderd. Twee Dordtenaren die kochten in Papendrecht een vet schaap en verkleedden het beest als jongetje. Ze dachten, als we het schaap tussen ons in laten lopen, hebben de poortwachters niets in de gaten en hoeven we geen geld voor dat dier te betalen. Het leek allemaal goed te gaan. De mensen op het pontje hadden niets door en ook de poort zwaaide voor hen open toen ze met z'n drieën aankwamen lopen. Maar een hond liet zich niet beet nemen door de kleding van dat schaap en begon te blaffen. Het schaap schrok en begon hard te blaren. De smokkelaars werden gearresteerd en de mensen vertellen tot op de dag van vandaag nog steeds dat verhaal. Schapen. In de Bijbel komen we ze overal tegen. En dat is niet verwonderlijk. In het Midden-Oosten van die tijd waren schapen en herders immers een belangrijk deel van het dagelijks leven. En heel lang was dat hier in Nederland ook zo. Kuddes schapen met een herder die over de hei liepen om te zorgen dat de natuur in evenwicht bleef. En willen we nu tegenwoordig een schaapskudde met een herder zien, ja, dan moet je haast naar het Openluchtmuseum. Of als je geluk hebt en in Drenthe of op de Veluwe aan het wandelen of fietsen bent, dat je dan een kudde met een herder tegenkomt. We hebben vanmorgen geluisterd naar twee bijbelgedeelten waar ook een herder en schapen voorkwamen. De overbekende Psalm 23 en een gedeelte uit het boek Jeremia. En Psalm 23 schetst God als herder die over zijn kudde waakt en voor zijn schapen zorgt. Een herder die zijn schapen langs veilige paden naar de rust van grazige weiden en vredig water leidt. Die, wanneer de weg door het donkere dal gaat, met zijn stok en zijn staf zijn schapen bescherming en richting geven. De psalmist schetst het beeld van een tafel die wordt aangericht met een overvloed aan eten en drinken. En waar God met geurige olie vermoeide en door het leven getekende mensen nieuwe moed, rust en kracht geeft. Hun een thuis biedt waar genade en geluk tot hun lengte van dagen tevreden zijn. Het is een van de meest bekende bijbelgedeelten die we kenden. Zelfs waar een herder en schapen geen deel meer uitmaken van ons dagelijks leven, is het beeld dat ons aanspreekt. Zelfs mensen die niet geloven. Omdat we niet meer dagelijks vertrouwd zijn en met het beeld van een herder, dan kunnen we een verkeerd beeld krijgen van die herder. We kunnen vergeten of ons niet realiseren hoe zwaar het bestaan van een herder en zeker een goede herder was. Er komt heel wat meer bij kijken dan een beetje rondhangen in een groene wei aan de oever van een klein kabbelend beekje met wat witte, wollige knuffels om je heen. Nee, schapen zijn niet echt wit of zacht. Sterker nog, ze stinken, ze mekkeren en hebben constant aandacht nodig. Ze lopen weg, verdwalen, raken in moeilijkheden, struikelen, vallen en worden ziek. Er zijn roofdieren, wolven, die het op het leven van de schapen en dat van de herder gemunt hebben. Ja, schapen vragen de volle aandacht van de herder. En die bedreiging van de wolf is ook heden ten dagen weer actueel. U hoort daar iedere keer in het nieuws over. Schapen die
door de wolven worden aangevallen. En zelfs, heb ik laatst gehoord in het nieuws, een klein kind. De grond in het Midden-Oosten was vaak rotsachtig en droog. De ravijnen waren diep en de paden waren smal. En de herder moest continu op zijn kievieven zijn om ongelukken te voorkomen. Want overal lagen dus rovers en roofdieren op de loer. Het beeld dat Psalm 23 schetst was eerder een uitzondering dan een regel. Herders, goede of slechte. En Jeremia confronteert ons met die slechte. Hij was een profeet uit Juda die gedurende 40 jaar in Jeruzalem als profeet optrad. En hij vergelijkt het volk Israël met schapen en hun leiders met herders. Hij heeft een broertje dood aan slechte herders die hun schapen het volk in het verderf storten en verstrooien. Herders die er niet op uittrekken om de verstrooide, afgedwaalde schapen te gaan zoeken en terug te brengen naar de kudde op de grazige weide. En daar zal God, de eeuwige, op zoek gaan naar die slechte herders en hen straffen voor hun kwalijke praktijken. En dan zal hij zelf die verloren schapen weer gaan zoeken en terugbrengen naar de grazige weide. En God zal dan herders aanstellen die de schapen zullen hoeden, dat ze geen angst meer kennen en ze niet één meer zal worden gemist. Wanneer de Bijbel spreekt over God als de goede herder, of over mensen die de God tot herderschap, tot leiderschap geroepen zijn, dan speelt op de achtergrond Psalm 23 mee. Een goede herder heeft alles over voor zijn schapen, zelfs zijn leven. En een goede herder, die herken je aan de toewijding en de zorg die hij heeft voor zijn kudde. En aan het welzijn en de zegen die hij zijn schapen brengt. De vrede, de veiligheid die hun deel zijn. Jezus die gaat met zijn discipelen op zoek naar rust. Die discipelen waren net teruggekeerd van hun missie waar Jezus ze op uit had gestuurd. 2 aan 2 had Jezus hen uitgezonden om de mensen te onderwijzen, om demonen uit te drijven en zieken met olie te genezen. En ze brengen bij terugkomst hun verslag aan Jezus uit en vertellen van hun belevenissen. En terug van die missie zegt Jezus tegen hen: ga mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje stilte te krijgen. Jezus en zijn discipelen hadden rust en stilte nodig, omdat het een komen en gaan was van mensen. En om echt tot rust te komen, moesten zij loskomen van die andere mensen. Loskomen en rusten om daarna weer volop aan de slag te kunnen gaan. Dat herkennen wij vast ook wel. Er wordt altijd wel een beroep op je gedaan. Er is nooit echt tijd om stilte te zoeken en uit te rusten. Doorgaan, doorgaan, altijd maar doorgaan. Terwijl rust juist zo noodzakelijk is. Jezus en zijn discipelen varen met een boot naar een stille plek langs het meer. Maar hun vertrek blijft niet onopgemerkt. De mensen zagen hen wegvaren en gingen op weg naar de plek waar Jezus en zijn discipelen naartoe varen. In plaats van rust en stilte wachten er 5000 mensen op Jezus. En Jezus, de goede herder uit Nazareth, laat de mensenmenigte niet in de steek. Als hij de menigte ziet die hem gevolgd is, is hij met ontferming bewogen, omdat deze mensen hem doen denken aan een kudde zonder herder. En in plaats van de mensen naar huis te sturen of zelf rechtsomkeer te maken, gaat hij hen onderwijzen. En het ligt voor de hand dat Jezus hun duidelijk gemaakt moet hebben dat zij het van hem, de goede herder, mochten verwachten. Voor Jezus en de discipelen schoot de rust waar ze zo naar verlangden er helemaal
bij in. En toen het ook alweer wat later werd, werden de discipelen ongerust. Hoe krijg je op een eenzame plaats voedsel voor 5000 mensen? Ze gaan naar Jezus toe en wijzen hem erop. En voor die discipelen was er heel simpel maar één oplossing. Stuur al die mensen weg, dan konden ze zelfs in de dorpen op zoek gaan naar eten. En ze stellen die oplossing aan Jezus voor. Maar Jezus reageert heel anders op de zorgen van de discipelen dan dat zij verwachten. Jezus zegt hun: geven jullie ze maar te eten. Pardon? Moesten zij dan al het geld uit de kas gebruiken om brood te gaan kopen? Is dat wat Jezus van hen verwachtte? Nee, niet het geld in de kas aanspreken, maar gaan kijken, gaan zoeken wat er aan mondvoorraad aanwezig was onder de mensen. En Jezus vraagt zijn discipelen om te kijken wat de mensen bij zich hebben, om dat te verdelen. Jezus werkt met wat er voorhanden is. 5 broden en 2 vissen. En hij creëert er een overvloed mee waar iedereen mee gevoed kan worden. Hij vraagt de mensen om plaats te nemen in het groene gras. Indachtig Psalm 23. En hij voedt de menigte met die 5 broden en die 2 vissen. En dit gebeuren doet denken aan bepaalde wonderen in het Oude Testament. Het wonder van het manna in de woestijn. Dagelijks genoeg voor iedereen. En van het meel en de olie dat maar niet opraakte en dat dagelijks brood gebakken kon worden voor de profeet Elia. 5 broden en 2 vissen. De menigte krijgt de Tora, de 5 boeken van Mozes, opnieuw uitgereikt. En misschien wel de 2 belangrijkste geboden. Heb God lief als jezelf en je naaste als jezelf. Jezus, de goede herder, brengt de schapen terug bij de Tora, de wet. Hij bevrijdt ze uit de verdrukking en verstrooiing en voedt ze met het woord van bevrijding. Het levendmakend woord. Die bevrijding hebben wij ook brood nodig. Willen we ons kunnen wapenen tegen valse en slechte herders. Na het eten zijn er zelfs 12 manden over om verder uit te delen. Waar Jezus de leiding neemt, krijgt Psalm 23 gestalte. En gebeuren er wonderen in overvloed. Het is trouwens prachtig om te zien hoe het verhaal met getallen speelt. 5, 2, 10, 7 en 12. 5, dat zijn de 5 boeken van de wet. 2, de 2 geboden waaraan die wet hangt. En 10, die dat verder invullen. 7, het getal van de volheid. En 12, het hele volk vertegenwoordigd in de 12 stammen. De getallen symboliek verdiept en verbreedt het verhaal voor wie het wil horen. Waar de Tora geleefd wordt, waar God en de naaste worden liefgehad, waar Gods aanwijzingen voor het goed leven ter harte wordt genomen, daar is overvloed voor het hele volk, voor alle mensen. Daar wordt Psalm 23 realiteit. De rode daad van morgen in de Bijbelgedeelte is het herderschap van God en Jezus en de menselijke behoefte daaraan. Zeg maar de hang naar grazige weiden. De onrustige mensen zoekt en vindt in Jezus haar herder, aan kalm water en in groen gras. De grazige weide, daar opent Jezus zich als de ware. Hier is stilte, hier is rust, hier is brood, het levende brood. En na alle indrukken van de 2 aan 2 uitgezonden leerlingen wordt ook hun geadviseerd. Zoek de stilte, zoek de rust. En misschien is deze vakantieperiode voor ons een goed moment om te oefenen met stilte en te zoeken naar rust. De stilte te zoeken bij God, bijvoorbeeld in de natuur, tijdens een wandeling of een fietstocht. En wie weet, je ziet u wel een schaap of een herder. Of gewoon thuis, op een rustige plek.
Tijd nemen voor stilte. Tijd nemen om rust te zoeken. Zaken los te laten en je te laten leiden naar grazige weiden. Bij de herder. Jezus, de goede herder. Amen. In de komende momenten gaan we op zoek naar die rust. Naar die stilte. En misschien moet u loskomen van zaken die je helemaal in beslag nemen. Misschien ben je wel zo'n afgedwaald schaap en moet je terugkeren in de kudde. Ook vanmorgen is hier vooraan de heiligingstafel de plaats van het gebed. En heeft u behoefte om hier de rust en de stilte te zoeken bij God? Maak daar gebruik van. We zingen met elkaar de woorden van lied 91, waarin we ons in stilte buigen voor God en hem vragen om van ons een beter mens te maken. We zingen het 2 keer. Nu in deze stilte buig ik voor u neer. Ik weet mijn naam geschreven in uw hand, o Heer. Zo, in uw nabijheid spreek ik uit mijn wens. Maak in deze stilte, nu in deze stilte, mij een beter mens. Als wij geen richting weten en dezelfde kringetjes ronddraaien. Bescherm ons God als er wolven rondlopen die onrust zaaien en de zwakste onder ons aanvallen. Bewaar ons, God, als het donker en laat wordt en wij op afgelegen plaatsen zijn beland. Heer, dank u voor deze morgen. Dank u dat we bij elkaar mochten komen in uw huis. Dat we hebben mogen zingen over uw grote liefde voor ons. U als herder, de goede herder die voor ons wilt zorgen. Die ons leidt, ons altijd leidt. En die ons ook naar die grazige weide brengt. Om daar in alle stilte bij te komen. Heer, we hebben het opgezongen, nu in deze stilte, maak mij een beter mens. Heer, dat bid ik voor mezelf, dat bid ik voor de mensen die hier aanwezig zijn. Dat we de stilte zullen zoeken, de rust zullen nemen en dat we bij u mogen zijn en aan u mogen vragen om ons een beter mens te maken. Dank u wel voor alles wat u ons geeft. En als we zo van hier gaan, wilt u met ons meegaan en ons bewaren en sparen.
Dank u voor deze morgen. Amen. We zingen ook nog met elkaar lied 58. Dat gaat ook over die stilte. Bid tot de Heer, zoek in stilte zijn heiligheid. En ik zou eigenlijk daarvan willen zeggen, zoek in stilte zijn herderschap. Bid tot de Heer met een geest die hem eert. Kniel en aanbid hem, prijs en verhoog hem. Laat ons aanbidden in waarheid en geest. We zingen lied 58. We gaan ons slotlied met elkaar zingen en dat is mijn lievelingslied. Vaak als ik een samenkomst leid, dan probeer ik dat in te passen. Als het kan, soms bij de lofprijzing, soms tijdens de samenkomst. En nu vanmorgen als slotlied. Lied 149. Wat ik al zei, het is mijn getuigenis, want de Heer is mijn kracht. De Heer is het toevluchtsoord en zal dat zijn altijd. En dan komt het. De Heer als herder hoort. Hij kent zijn kudde goed. Elk schaap dat bij hem hoort, geniet zijn overvloed. En dan in dat vierde couplet. God houdt zijn vaderwoord. Hij kent ons, één voor één. En wie hem toebehoort, die laat hij nooit alleen. En dan steeds weer dat laatste woorden in dat lied. Al Satans werk gaat op in rook, of wat haters doen gaat op in rook, want God, halleluja, is sterker dan wie ook. We zingen het eerste, tweede en derde couplet, daarna wil ik u de zegen meegeven en zingen het laatste couplet. En als het mogelijk is, zingt u het dan staande. Thank you.
de zegen van de Heer meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de eenheid van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. En dan zingen we dat vierde couplet, God houdt zijn vaderwoord. Wat een fantastische zekerheid is dat. Hij houdt zijn vaderwoord en hij kent ons één voor één. En wie hem toebehoort, die laat hij nooit alleen. We zingen het vierde couplet.